Ja, ja, tuurlijk, maar je joint me wel halverwege, toch? Natuurlijk. Fantastisch. Ik kan het nu allemaal niet zien, maar... Oh, ze beginnen al! Shit, 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 shit! Oh god! Het is nog lang niet klaar, jongens. Nee, nah, joh, kom maar. Ga maar door, ga maar door. Doe gewoon alsof je weet wat je doet. Ja, ja, tuurlijk. Oké, okay, die doet een upthrow into uptilt. Down air, down smash, lukt niet echt. Werkt niet echt. Oh, goed. Ja, ik kan het nu niet zien. Oké, okay, wacht. Let's go. En, Waddle Dee toss. Waddle Dees raken elkaar. Louis houdt veel van twee Waddle Dees voor je. Vindt hij chill. Een dude. Jark zegt, fuck jou, Waddle Dee. Ah, dat had een backer misschien nog wel gelukt. En het is de eerste stock voor Louis, damn. Ben je klaar? Bijna, bijna. Oké, okay, oké. Okay. Uit. En dit is, ja, oh, dat is de forward smash van Louis. Gaat niet helemaal goed, volgens mij. Probeert te fair te doen. Down smash killed. Drie stocks, al 23% op Jarik. Klein voordeel voor Louis misschien. Met zijn invincibility niet echt tot zijn voordeel gebruikt. Jarik trekt gelijk. Dash attack combo into een bull tilt, zoals je van Sheik gewend bent. Up air. Gaat voor nog een, wordt geraakt door de down air, maar krijgt een down smash in zijn gezicht terug. Mooi back airs. Hij blijft back airs doen, dus je zal op de legend moeten doen. Oh, mooi get up attack. Charge een forward smash. Krijgt een down smash in zijn gezichtje. Oh, de Waddle! De Gordo dash! Hij deed de Gordo motherfucking dash gewoon! De Gordo dash! En Ludo was hier niet eens. Wat een zonde. Zonde, Ludo. En dan noemt hij zichzelf DDD Liefhebber. Oh, hey, hey. Ik ben gejoined door Arden Boy. Yo. Albino Penguins. Ja, inderdaad. Albino Penguin met Zwitsel hier. Met de Zwitsel binnen. Met Zwitsel Koen. Zwitsel Koen? Ja, tegen Louis. Oh, en Yarki. Ja. Let's go, Louis. Je hebt hem, je hebt hem in je zak gewoon. Pak hem voor die back throw, shield grab die motherfucker. Ja, en mooi forward throw. Pak de ledge. Pak en de ledge. Die hij raakt en hij springt mis. Hij mist de gimmick. Ja, ja, back throw, dat is done. Ja. Is done, two stocks each. Two stocks each. Up airtje, nog een up airtje, wordt geairdodged. Krijgt er niet veel uit, down air. Rolt in de rapid jabs, mooi dash attack op de follow. Probeert een tilt of zo te doen. Gekke forward smash daar, wordt benieuwd. Mag ook goed zeggen. Ah, ik zit even te kijken. Dus, mooi needles. Ja, Ludo, oud. Ja, ja, Louis gooit gewoon die shit op hem zo van, yo, it's scary. En Hammer wordt gecanceld. Fuck jou dat je net in probeert te komen, ja. Ja, ik moet weer leven dan, niet die. Ja, en... Oh, hij wordt geraakt door de FB als een echt buster. Oh, Hammer. Oh, de Hammer of Justice. Oh my god. Jark, ja, en de Waddles. En dit is het bewijs dat Freek hem gecarried heeft net. Freek heeft hem zwaar gecarried. Ja, duidelijk. Freek heeft Jark 100% gecarried. Dat weet iedereen. En stiekem, stiekem is Jark weer. Oh, de tilt combo's. Oh, dash attack, upper. Nee, geen fair. En oh, en Hammer, maar die wordt gecanceld. Ja, en heeft hij inmiddels wel door. En back air. En Louis met de backer. Als daar nou gespiked zou worden, was ik fucking hilarisch. Ja, zeker. Down smash, dat had kunnen zijn. Nee, oh, mooi Waddle Dee dash. Oh, gooit hem echt drie keer. Multi-waddles. Hij had hem daar moeten gebruiken om te dashen, of course. Waddle Dee up smash. Oh, mooi backer. Oh. Maar DDD is floaty. DDD recovery en... Wordt Jark, krijgt hij onder de pressure? Nee, ja, dat is de fair. En 1-0 voor Jarkie. Welke is het? Welke muis is het? Dit is de enige muis. Dan maak ik deze. Deze is hier. Oké, ik kan de score niet bijwerken van, ik weet niet hoe het moet. Ja, ik weet niet hoe het moet. Ja, maar ik weet niet hoe het... Oh, hij zit daar. Oh, nee, hij moet gewoon op het dingetje. Ik heb het al. Het werkt al. Oké, okay, dus player 1, Jark. Zijn ze alweer aan het vechten, hè? Nee, oké, okay, we zijn ready, jongens. En we zijn meestal met de stage select. En ze hebben Smashville gekozen. Smashville. Jark heeft voor Luigi gekozen. Luigi.
Dat is een goede keuze, denk ik. Ik denk ja, dat het nu heel makkelijk voor hem wordt. Ja, hij gaat gewoon heel erg vervelend spelen. Ga voor Misfire plaats zetten. Doe toen Misfire. En de backer. Backer. Tilt. Play forward tilt. Hold weg voor de nuclear. Punishing forward tilt. Down smash. Ja. En Jark een koffie met side B. Down smash. Side B, allebei mis. Ja, mooi Gordo daar. Hij had hem nog kunnen gebruiken om te dashen. Maar dat deed hij niet. Oh, en de miss! De explosive fire. Side B van Luigi. De miss fire. 1 op 7 in 3 op 6. Dat is leuk. Oké. Ik denk dat het in goal is het dat als je hem eenmaal geraakt, dat volgens je mist hij hetzelfde blijft. Ah, met zoals Lucas zijn power attack in deze e-sport champion. Volgens mij wel. Zie je dat wel? Als je hem vol opgeladen hebt, dan doe je al je smash attacks ja, en je neutral beam meer damage. Maar als je hem dan raakt, dan hou je hem. Als je hem mist, okay. Dan moet je hem opnieuw laten. Ja, op die manier werkt. Maar in de tussentijd ziet Jark probeert recovery en hij is weer terug. Down tilt, back air. Oh. En wordt niet geraakt. Ja, hij invincibility doet er doorheen. Ja, echt net lukken. Oh. Kan nu een forward smash gaan chargen. Gaat voor Ricordo of zo. Oh, mooi voortil. Dat was. Oh, dat is een misfire. Hij scoort hem. Ja. Louis moet en Jark haalt hem nog. Louis moet wel passen, want hij heeft een misfire. Oh, hij heeft hem gebruikt. Oh, dat is goed. Forward air dan. Oh, ja, dat is dan de tweede Gordo Dash van de set. Ja. Amazing. En tilt. En we're klaar. Oh, Jark helpt het. Dan. Oh, hij wordt weer gemist. Fire. Yep. Amazing. Jark zet twee stoks voor op dit moment. Hij moet eigenlijk al dood zijn. Ja, en eindelijk met de downbeat haalt DDD hem neer. Dus ze pakken elkaar allebei met de gimmicky moves. Ja, zeker. Het zijn ook twee redelijke gimmicky characters natuurlijk. Final Champions. Ja, yeah, ja. Yeah. Zeker. Zo'n lead persoontje is dit. Ja. Ja. Dat je rolt wel lekker over de. Wat? Je voelt dat je niet goed speelt. Speel van allebei, jongetje. Ik vind Smash wel leuk, man. Denk ik. Ja, Luigi is lekker online. Ja, ik heb wel een paar vrienden, er zijn maar weinig mensen aan hem die spelen, dus het is wel leuk om hier een keer te zijn in Wageningen. Je hebt wel de Amazing Mr. R in Arnhem. Wie is dat dan? Dat is die gast die dat toernooitje organiseerde. Die gast... Tom. Nee, Rennen. Oh ja, nee, die ken ik zelf niet, maar... Ja, oké, okay, hij woont in Arnhem. Maar okay. Hij is echt een van de beste Smash 4 van de wereld. Hij is okay. In Amerika. Oh, nice. Netjes. Ja, hij heeft het niet zo goed gedaan op CEO, hè. Hij was negende geworden. Maar in de tussentijd zijn ze nog steeds verder aan het vechten. Ja. En Jark. Ik zei zoals ik al zei.